Dus we gaan elk paard gaan we hier even op de poetsplaats zetten. En dan gaat Hilde even checken met hoe ze in conditie zijn. We presenteren een nieuw programma waar ik dus vandaag in te gast ben. Woehoe, toppers! 4,5, 7,5. En dan opzij. Goed, goed, goed. Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ja, het is een vlog en geen video, want ik heb de afgelopen week best wel veel losse dingen gefilmd, maar het absoluut niet aan elkaar gepraat. Dus ik dacht, ik neem jullie weer een beetje mee op deze manier. Volgens mij heb ik het wel eens vaker gedaan, want het komt ook nog wel eens vaker voor. Dat ik dus van verschillende momenten of verschillende dagen wel wat beeldmateriaal heb, maar dan niet echt gevlogd heb of het dus in ieder geval echt niet aan elkaar gepraat heb. Dus dat ga ik dus op deze manier doen. Ik heb even op een lijstje opgeschreven met welke punten ik dus af moet gaan met wat je dus allemaal in deze vlog gaat zien. Ik heb echt heel veel moeite met in de camera kijken. Ook al zit ik tegen de zon in te filmen, maar ik draag deze dagen bijna alleen maar een zonnebril, omdat ik aan deze oog waarschijnlijk, of dit oog, geïrriteerd slijmvlies heb, waardoor elke knippering die je met je ogen doet, wat er heel vaak zijn, heel veel zijn natuurlijk op een dag, die doet pijn. En daar heb ik mezelf voor, maar het wordt nog niet echt heel veel beter. En daarbij is ook mijn pols overbelast, dus ik draag eigenlijk heel de dag een brace. Ik heb hem dan nu eventjes afgedaan, een paar werden eventjes wild. Dus knijpen met mijn ogen doet een beetje pijn, maar ik vind het ook een beetje onpersoonlijk om hier met een zonnebril te gaan zitten. En het is te mooi weer om binnen te gaan zitten. Als eerste was op donderdag Hilde er. Hilde is dierenarts en voerspecialist bij Florian. Zoals jullie weten ben ik ambassadrice van Florian Horsefood, van de ruwvoermixen. En staan alle drie de paarden ook op het Florian voer. Eens in de zoveel tijd is het goed om contact te hebben om te kijken of de paarden nog wel op het juiste rantsoen staan. Dat doen we meestal over de app. Maar het leek ons leuk om dat ook een keer voor de video te gaan doen. En dan is het wel handig als Hilde dat doet, want Hilde is natuurlijk echt dierenarts. Die ging dan een bodycheck bij alle drie de paarden doen om te kijken of we nog goed bezig zijn. Goedemorgen allemaal. Het is een prachtige dag. Het is echt heerlijk weer. Ik sta hier zo naast Hilde. En Hilde zou je kunnen kennen van Florian. Je bent één keer in mijn story toen geweest. Toen hebben we wat over de Golden Herbs verteld. En ze kunnen jou kennen van, omdat je ook in de items van Florian bent bij Liefde voor Paarden. Ik heb Marley hier eventjes staan, want Hilde die komt even een bodycheck doen. En dan gaan we even kijken of ze het juiste voer krijgen en of dat nog een beetje aangepast moet worden. Dus we gaan elk paard gaan we hier even op de poetsplaats zetten. En dan gaat Hilde even checken met hoe ze in conditie zijn. En dan ga ik natuurlijk wat over vertellen en dan krijgen we te horen met wat jouw advies is. Dat is goed. Nou, wat vind je ervan? Dus als ik het even zo zeg, hij is sowieso natuurlijk nog wat aan de zware kant. Ja. Maar het is al wel verbeterd hoor. Ja, ja, dat zie ik. Het mag nog een beetje, de buikomvang mag nog wat verminderen. Ja. Voor de rest ziet hij er eigenlijk heel goed uit. Hij is mooi gehydrateerd. Hij heeft echt geen gevoelige spieren, geen spierspanningen. Krijgt zeker voldoende ruwvoer. Dat is hier mooi gevuld. Dus dat is heel mooi. Zijn er bepaalde problemen nog waar je nee, dat met eigenlijk loop ik met hem echt nergens tegenaan. Dus dat is heel fijn. Ja. Dus zo verder doen, denk ik. Ja. Ja, want hij krijgt dan. Hij krijgt nu de basic. Hij krijgt de first care als care. Muesli dan. Ja. En dan de total care in de. Of total plus qua ruwvoermix in de ochtend. Ja. En dan in de avond krijgt hij de basic growth. Ja, dat is eigenlijk een heel fijne combinatie. Heel veel mensen wisselen af met de total plus, omdat je dan toch de Vimy Plus, dus de vitamine mineralen balancer inclusief in de Total Plus hebt. Ja. En als je dan toch zo weinig mogelijk krachtvoer wil geven, dan weet je op die manier heel zeker dat hij al zijn vitamine en mineralen heeft. Precies, dus we zijn daarmee op de goede weg. Helemaal op de goede gewoon weg. Lekker door blijven gaan. Ja. Oké, nou Mar, dat was lekker kort en krachtig. Ja. Gaan we het volgende paard pakken. We hebben hier Suske staan. Suske is een 19-jarige Mary. Deze is niet van mij, want alleen Marley is natuurlijk van mij. Deze is van Carmen. Maar Suske die was eigenlijk altijd heel goed op gewicht. Toen heeft ze van de zomer heeft ze twee gebroken kiezen gehad. Er is toen best wel een klap van gekregen. En daarna is bij haar IBD geconstateerd. De auto-immuunziekte. Waardoor ze natuurlijk geen voedingsstoffen en eiwit en zo meer opnam. Ze zit best wel onder de zware medicijnen. En eigenlijk gaat het heel goed. Want ze is best wel flink aangekomen. We moeten nog wel de uitslag krijgen of we de medicijnen hebben aangeslagen. Maar ja, het feit dat ze zo is aangekomen zegt denk ik wel al genoeg. Laten we dat hopen natuurlijk dat het er ook uitkomt straks. Dus nou ja, het ding is dat zij natuurlijk echt nog aan moet komen. Ja. Je ziet inderdaad dat het de goede kant aan op opgaan is. Het begint ook mooi te ruien. Dus ja. Dat is heel normaal deze periode van het jaar.
paard ziet er ook niet ongezond uit, maar inderdaad moet nog aankomen. Hier, je ziet ook, als we vergelijken met Marley, was dit hier helemaal goed gevuld. Ja. Dat is hier niet het geval, nog niet. Terwijl dat ze waarschijnlijk wel voldoende... Ja, zij krijgen het meeste van iedereen eigenlijk. Krijgen, ja. Maar als het niet opgenomen wordt, we kunnen er wel zoveel instoppen als we willen. Maar als er ergens in het absorptieproces iets fout gaat, dan heeft dat nog wat tijd nodig. Dus... Want dat krijgt zij nu als voer? Zij krijgt in de ochtend krijgt ze een hele schep muesli. Ja. Met daarbij ook de Toto Plus. Dan in de middag geef ik haar echt een hele volle emmer slobber. Ja. En, dan in de, en dan in de avond krijgt ze nog een schep muesli met ook de Basic Growth erbij. Met de Basic Growth dan. Ja. En dan natuurlijk de medicijnen nog. Ja. Wat we zouden kunnen overwegen, omdat je toch echt ze snel wil laten bijkomen. En als je ziet dat de medicatie aanslaat, dan zou je kunnen overwegen om in de middag je slobber te vervangen door nog een emmertje growth. Oh, oké. Plus. Dus dat zou je kunnen doen, omdat echt toch vooral die energie en die vertering moet in die dikke darm optimaal hersteld worden. Mm-hmm. En dan gaan we echt met een grote variatie aan vezels misschien sneller vooruitgang kunnen maken. Want meestal denk je juist dat met slobber dat gebeurt. Ja, ik zou eigenlijk overwegen om de slobber tijdens de lunch te vervangen door nog een emmertje of groot of total plus, maakt eigenlijk niet uit. Maar ik denk dat je dan sneller vooruit gaan. Bij haar is alleen het probleem, zij wil wel heel graag er een muesli'tje doorheen. Ja. Want anders dan laat ze hem sneller, want ze eet ze wel, maar als ze echt alleen puur de ruwvermix krijgt, dan is zij toch wel wat kieskeurig. Okay, dan zou je kunnen overwegen, probeer het dan wat te mengen of geleidelijk aan, maar ik denk dat je echt met de growth sneller vooruit gaat boeken, maar het natuurlijke... Dus de ruwvoermix kan je gewoon met de slobber mengen? Dat kan je gewoon mengen. Oké. Je kan ze gewoon mengen. Oh, dat is wel een goeie inderdaad. Zo voer ik het eigenlijk thuis aan mijn sportpaarden altijd. Ik meng eigenlijk het ruwvoer met hun krachtvoer. En ik doe het gewoon in dezelfde emmer. Slim. En ze veel langer aan het kouwen ook. Dus dat is eigenlijk altijd... Ja. Dus op zich zijn we wel goed bezig. En dan eventueel nog iets meer ruwvoermix bij. Ik zou dat proberen. Nou. Dat is ook weer handig. Nou, dan hebben we hier ons laatste slachtoffer. Helemaal anders dan die we hiervoor hebben gezien. Deze is veel te dik. En Axie is, moet ik goed zeggen, die wordt op 7 mei, dus dat is bijna, wordt ze 4 jaar oud. Ja. Ze is nog een jonkie, wordt nog niet gereden, wel gewoon een beetje gelongeerd en gewandeld en zo. Ja. En dat zou ook eigenlijk wel iets vaker moeten, maar Carmen, haar eigenaresse, die heeft best wel een drukke baan op het moment. Ja. Dus dan redt ze het vaak maar om maar 2 keer in de week er iets mee te doen. Ja. Ze krijgt eigenlijk hetzelfde als wat Marley krijgt. Dus in de ochtend een schepje muesli met daarbij de Total Plus en in de avond... kreeg zij ook eerst de Basic Growth, maar daar ben ik nu ook de Total Plus aan het geven. Ja. En dat is het enige wat ze krijgt. Oké. Dan doe je een emmertje iedere keer? Ja, zoiets. Een halve emmer, zoiets. Ja. Is ze hier zo dik aangekomen? Ja. Oké. Ja. Ja. Ja, een easy keeper noemen ze dan. Kijk, en het is natuurlijk echt wel veel te dik, want je moet de ribben niet zien, maar ik moet ze wel kunnen voelen. En hier moet ik wel echt heel erg zoeken om ze te kunnen voelen. Ja. Dus dan moeten we inderdaad nog wat gaan rantsoeneren. Natuurlijk, je kan haar voer niet wegnemen, want het paard moet 1,5% van zijn lichaamsgewicht in droge stof aan vezels krijgen. Dus je kan eigenlijk, je kan ze eigenlijk niet meer veel minder geven, want een emmertje niet aangedrukt is 1 kilogram, dus dat 2 keer per dag. En daarnaast krijgt ze wel nog gewoon haar hooi. Ja, en ja. Dat doe je wel zoveel als ze willen. Ja, ze krijgen onbeperkt. En heb krijgen de ze. Indruk dat zij degene is van de 3 die misschien toch wel de grootste berg hooi weg heeft? Nee. Nee. Nee, ik heb niet per se dat idee of zo. Ja, dan zal het waarschijnlijk... kijk, het paard ziet er ook gezond uit. Die bovenlijn is goed, die bespiering is goed. Ja, dat is hier echt heel mooi opgevuld. Dus die vertering is helemaal in orde. Het paard is super gezond. Het zal een combinatie moeten zijn van verder werken met gezonde voeding en dan beweging. Ja. Als de tijd dat toelaat. Net zoals bij mensen natuurlijk. Ja. Dat beweging een belangrijk. Ja, ze wilde haar waarschijnlijk dan toch dit jaar wel al gaan beleren. Ja. Zodat ze wat meer aan het werk kan gaan. Meer aan het werk. En dat zal hopelijk afvallen. Dat hopen alle mensen die gaan lopen ook. Dat ze daar het gewicht mee verliezen. Dus dat is heel vaak toch een goed idee, meer bewegen. Ja, precies. Kan je, je kan het voer niet wegnemen. Hè? Nee. Dat gaat niet. Dus ze krijgt het best wel minimaal. Okay. Dus zij moet het echt van de beweging gaan hebben. Echt van de beweging gaan hebben. Ja, ja. Oké, duidelijk. Dat lukt wel. Ja. Een tijdje terug was ik op Florian Stables. Toen de tijd nog voor Lieve Paarden opnames. En toen heb ik het met Hilde er even over gehad dat Ax toen wat dunnere mest had.
of ze daar dus wat voor hadden. Toen heeft ze dus de Golden Herbs aangeraden. Daar heb ik ook een keer een vlog voorbij laten komen. En ik heb dan ook een kort stukje met Hilde op de vlog opgenomen om wat verder over die Golden Herbs te vertellen. Dat is namelijk een detoxkuur. Maar kort daarna kwam ik iets op internet, tenminste op Instagram, tegen over dat je een detox niet zomaar aan een paard mag geven. Of tenminste een detoxkuur niet zomaar aan een paard mag geven. En ik vroeg daarom of Hilde er dan iets meer over wilde vertellen op de vlog. Enig is alleen dat het geluid niet fantastisch is. Het komt namelijk dat de microfoon officieel natuurlijk op mijn vlogcamera zit. En als Hilde dan een paar meter verderop aan het praten is, dan pakt eerst de microfoon mijn geluid, hè, van mijn stem. En vervolgens moet hij dan naar het geluid van Hilde overschakelen, waardoor het van Hilde dan wat verder weg klinkt. Het is nog steeds wel goed verstaanbaar, maar het is dus iets minder dan dat jullie normaal van mij gewend zijn. Dat is eigenlijk wel een hele goede periode om over detoxen te praten. Want eens de lente in het land is, dan gaat iedereen, mens en dier, massaal aan de detox. En terecht stellen heel veel mensen zich de vraag van, moet dat nu wel? Want onze lever is toch ons detoxorgaan. Dus als onze lever goed werkt, hebben we dat helemaal niet nodig. En dat is ook waar natuurlijk, want de lever is ons detoxorgaan. Maar de lever doet ook veel meer. De lever is eigenlijk een orgaan met een hele, hele zware job. Alles wat er door de mond in dat spijsverteringskanaal terechtkomt, dat moet de lever passeren. En de lever die gaat energie uit koolhydraten, vetten, eiwitten opnemen en weer herverdelen. Die gaan bijvoorbeeld eiwitten opnemen, afbreken, dan weer nieuwe eiwitten voor maken om spieren op te bouwen, om eiwitten te maken die je bloed moeten gaan stollen als je bloed bijvoorbeeld. Dus eigenlijk moet je die lever zien als een energiecentrale die op verschillende brandstoffen maar moet kunnen draaien het hele jaar rond. Dus het is niet zo slecht om af en toe je gezondheid te ondersteunen door je lichaam even rust te geven. En eigenlijk is het alleen maar nabootsen wat er in de natuur ook gebeurt. Paarden in de natuur vroeger, die hadden ook momenten waar er voedselschaarste was, waar ze weinig gingen eten en dan van alle kruiden gingen zoeken. Dat is eigenlijk wat je bij de mensen nu met de vasten en de sapjeskuren bereikt. Dus eigenlijk is het niet meer dan de natuur nabootsen, je gezondheid ondersteunen door toch af en toe je lichaam en vooral je lever even vakantie te geven, zeg maar. Dus bij seizoenswisselingen is dat heel erg aan te raden om dat toch eens te doen gedurende een week of twee, drie maximum. En dan kan je bijvoorbeeld ook momenten hebben als een paard is ziek geweest of na een wormenkuur of na een lange antibiotica behandeling. Dus je kan het wel een soort van zelf bepalen. Je hebt het niet op advies van een dierenarts nodig. Dan heb je dat niet nodig. Dat zijn eigenlijk de indicaties. Want eigenlijk is het een proces nabootsen wat in de natuur eigenlijk ook vroeger gebeurde. Ja, oké. Nou, en ik ben best wel blij dat we met Ax redelijk snel iets hebben gezien. Die was echt binnen 4 dagen was die van haar natte mest af. Ja, mooi. Diezelfde middag stond een ander soort video op de planning. En namelijk dat ik te gast was bij een talkshow van Hoefon. Wat Hoefon precies is, dat ga ik jullie straks uitleggen. Maar jullie gaan in ieder geval wel twee bekenden tegenkomen. Hoi allemaal, het is dus nu de volgende dag. Ik heb trouwens weer gewoon mijn haar normaal zitten, want dat werkt toch wel een stuk fijner. Ik ben in de studio, zoals je misschien kan zien. En als je het eventueel herkent, ben ik in de saloon bij... Waarom ben ik nou spontaan haar naam vergeten? Ik ben hier dus op de stal van Rieke Jong. Dus ook in de saloon, maar die is dus helemaal omgetoverd tot een set. Daar zo zitten Iris en Sanne, want zij presenteren een nieuw programma waar ik dus vandaag in te gast ben. Dit programma komt niet op tv, zoals Liefde voor Paarden bijvoorbeeld, maar dit programma is straks te zien op Hoefon. H-O-O-F-O-N. Oh, ik wil het laten zien, maar hier zit alleen Hoef. Dus alleen nog met de O en achter. Hallo! Wij staan onze vlogcamera vergeten. Oh, in de auto. Dat is wel echt heel slecht. Dat is het ook. Ja. Even andere zijn niet als vloggers. Oh. Waardeloze vloggers zijn wij. Maar ik wil net stellen over Hoefon. Dat het een nieuwe streamingdienst wordt voor alleen maar paardencontent. Ja, en best wel volgens mij unieke dingen. Ja, en ze gaan dus ook eigen programma's maken, zoals deze stable. Zoals dit, wat hier gebeurd is. Maar jullie zijn dat nu aan het presteren. Hoe bevalt het presteren? Heel leuk. Ja, het is even wennen, maar het is superleuk. Jij kent het natuurlijk al, maar wij. Ja, maar dit is heel anders. Ja, dit is een heel ander programma natuurlijk ook. We maken ook vandaag eigenlijk 4 afleveringen. En dan de andere dag maken jullie dan weer 4 afleveringen. Ja. En ik ben dan 1 gast. En dan hebben we net andere gast gehad. En we krijgen straks nog 2 gasten. De volgende gast is daar aan het voorbereiden. Ja, die vinden we nog even niet. En dan mogen we naar huis. 2 mei of zo is het lancering van Hoefon. Zoiets, ja. Ergens, jullie zien het vanzelf op Instagram en zo. Tegen mij aan. Ziet komen. En dan is dus deze... Is dat dan elke week een...
aflevering die online komt? Of is het gewoon in één keer dat je ze kan pinchen? Nee, volgens mij komt het elke keer opnieuw, maar daarom moesten we gewoon nog niet zeggen. Tot volgende week, omdat we niet weten of het echt elke week komt. Oké, nou, dat krijgen jullie allemaal. Ik weet het antwoord eigenlijk niet. Goede voorbereiding, jongens. Maar goed, het was superleuk om te doen. Ben jij het al? En ik ga straks lekker naar huis toe en dan gaan zij de volgende aflevering opnemen. Veel plezier! Ja, als jij lekker thuis bedankt zit, dat je er was. Ja, heel erg leuk. Je was een leuke gast. Ik ben ook heel erg benieuwd naar de aflevering. Ja, ik ga ook kijken. Echt heel leuk. Oké, ik zal nog heel even kort vertellen met wat er allemaal precies was vandaag. Volgens mij stampen jullie er echt geen zakken, want op zo'n plek ga je altijd een beetje van de hak op de tak. Maar er is dus er komt een nieuwe streamingdienst. Dus bewijs van, net zoiets als een Netflix of een Videoland. Maar dan alleen maar gefilmd met paardencontent. En dat zijn gewoon wel bestaande paardenfilms, paardenprogramma's, series, nou noem het op. Maar ze gaan ook eigen programma's maken. Net zoiets als een Netflix bijvoorbeeld. Die koopt natuurlijk gewoon films en series in. Maar die maakt ook eigen films en series. Dus vandaag was dus de Stable Talkshow, als ik het goed zeg, gepresenteerd door Iris en Sanne. Mega leuk. En ik was dus gevraagd om als gast aanwezig te zijn. En bij mij als gast hoort dan een onderwerp die bij mij dus past. En bij die andere gasten hoort dus weer een onderwerp die bij hun past. En daar hebben we dan even kort over gepraat. En we hebben ook nog allemaal leuke challenges gedaan en zo. En dat is dus binnenkort te zien op Woovon. Dus op die streamingdienst. Daar moet je dus een abonnement op nemen. Een maandelijks abonnement. Net zoals dus bij Netflix en zo. Om dat dus te gaan kijken. En wat ook heel erg leuk is. Ja, ik weet niet of het heel slim is om dit nu al te vertellen. Maar zelf heb ik morgen ook een meeting. Om eventueel ook over iets te gaan hebben bij hun. Dus dat is heel erg leuk. En ja, zodra dat wat meer een richting heeft, dan zal ik het vast aan jullie vertellen. En ook waarom en hoe en nou, alles erop en eraan. Ik blijf sowieso alleen maar YouTube-video's maken. Ik ga ook gewoon weer meer uploaden. Door eigenlijk de dingen bij Liefde voor Paarden was het gewoon niet mogelijk. Kijk, dat is een beetje het verschil tussen een Liefde voor Paarden opnemen. Ik heb, goed zeggen, bijna 30 opnamedagen gehad. En daar heb je maar 7 afleveringen komen eruit. Terwijl bijvoorbeeld met dit hebben zij 2 opnamedagen waar 8 afleveringen uitkomen. Dus snap je het verschil? Ik heb gewoon geen tijd meer voor Liefde voor Paarden-achtige programma's. Omdat het me gewoon te veel tijd kost. Waardoor ik ook gewoon minder op YouTube aan het uploaden ben. Minder op Instagram zit. En ik heb nu eindelijk dus gisteren mijn laatste dag gehad. Waardoor ik heel veel zin heb om meer content te gaan maken. En mocht ik ook iets voor Woovon gaan doen. Dat betekent dat dus ook absoluut niet dat ik dus weer minder tijd voor YouTube en zo heb. Want YouTube, dat is gewoon mijn hoofdding. Dat moet gewoon de rode draad blijven. Daar moet ik gewoon niet op inleven als ik iets anders erbij ga doen. En dat heb ik nu 2 keer wel een soort van per ongeluk gedaan. Want dat was niet de bedoeling. Maar dat kwam dan toch wel zo uit. Met 2 seizoenen Liefde voor Paarden. En dat mag gewoon niet meer. En ik wil het ook niet meer. Dus vandaar dat we dit hebben gedaan. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad. Dat was super leuk. En wat wel ideaal is hiervan, is dat ik dus alleen maar hoefde aan te komen. Ik kreeg even wat instructies. Nou, toen gingen we het programma maken binnen een uur. En dan even napraten. En ik kon weer weggaan. Dus ik kwam daar om 11:45 aan. Het is nu 11:50. En ik ben dan weer klaar. Dus dat is echt super nice. Moet ook wel natuurlijk. Allemaal heel snel achter elkaar. Omdat het anders natuurlijk niet redt met 4 gasten op zo'n dag. Ik ga terug naar huis. Want Rakker zit daar natuurlijk op mij te wachten. Ik heb nog een leuke goodiebag gekregen. En ook dus een rosette en een medaille. Echt super leuk. De organisatie was heel erg leuk. En ja, ik ga terug naar huis rijden. Misschien ben je Woovon de afgelopen tijd al wat vaker tegengekomen. Niet alleen Iris en Sanne hebben dus hun eigen programma op deze streamingsdienst. Ook Jill is met hun eigen programma bezig. En ook Jolanda Adelaar is met hun eigen programma bezig. Dus je merkt dat wat meerdere paardeninfluencers hier zo de kans krijgen om een eigen programma te gaan doen. En ik heb al de reacties voorbij zien komen. En ik wil ze wel alvast beantwoorden voordat ik ze ook eventueel ga krijgen. Ja, het is een streamingsdienst waar je natuurlijk weer een abonnement moet opnemen. En op een gegeven moment ben je natuurlijk op heel veel dingen. Op een Netflix, op een Videoland, op een Viaplay, noem het maar op, een abonnement aan het nemen. Maar dat is natuurlijk wel een beetje hoe het werkt als je een verdienmodel op video's wil. Kijk, bijvoorbeeld bij een Liefde voor Paarden zijn de bedrijven die de items hebben, die bekostigen het allemaal. Of die betalen het natuurlijk allemaal. Want als je zendtijd inkoopt op tv, kost het echt een paar 10.000 euro. En natuurlijk de cameramensen, de presentatrice. Nou, iedereen die achter de scherm werkt moet ergens van betaald worden. Nou, als jij dus een programma wil maken dat niet afhankelijk is van sponsoren, moet je dus een andere manier hebben dat je dus toch geld binnenkrijgt. En daarvoor kan je dus onder andere een abonnement iets doen. Of dat nou een streamingsdienst is. Of bijvoorbeeld zoals Jill een team bij Jill heeft. Of zoals Dressage Pro of Tristan Tucker bijvoorbeeld. Allemaal hebben, dus door middel van een abonnement. Want je moet natuurlijk weten dat bij dit soort producties, wat dus heel anders is dan een vlog opnemen of een video voor een YouTube kanaal, heel veel mensen
mensen komen kijken. 3 verschillende camera's zit, een regisseur. Heel veel mensen dus achter de schermen. Nou, het hele platform moet betaald worden en noem het maar op. Waardoor er dus gewoon ja, geld moet binnenkomen om zo'n productie te kunnen betalen. En dit zijn natuurlijk ook wel echt extra producties. Net zoals dat ik al aangaf dat, weet je, mijn YouTube kanaal zal altijd voor mij nummer 1 blijven. Ook ik mag een programma gaan maken voor Hoeveel, wat ik super vet vind. En natuurlijk zou ik die aan de ene kant het liefst op mijn YouTube kanaal willen. Maar soms dan moet je bepaalde keuzes maken. Als in dit, het programma wat ik ga maken, dat is eigenlijk al iets wat ik al jarenlang van droom om zoiets te kunnen gaan maken. Maar waarvan ik ook wist dat gaat waarschijnlijk nooit lukken voor mijn eigen YouTube kanaal. Omdat het te veel geregeld is, te duur allemaal is. Of noem het maar op. Bijvoorbeeld een Alike die vaak voor mij filmt, die moet ik ook gewoon betalen. Een Anne die voor mij werkt, die moet ik ook gewoon betalen. En als er dan geen sponsor achter een serie zit die ik zelf opneem. Bijvoorbeeld de eerste eigen paardserie, daar zat een sponsor achter. Waardoor ik die serie heb kunnen maken en heb kunnen betalen. Maar zoals de serie Inspiratie Huisvesting, wat fantastisch is en waar we absoluut een seizoen 2 van gaan maken, daar zat geen sponsor achter. En dat heb ik dus allemaal uit eigen zak moeten betalen. En heb ik eerder verlies opgemaakt, omdat ik er winst op heb gemaakt. Maar dat zie ik dan weer als een investering. Dus mocht je wat grote producties maken, waar gewoon veel meer kosten bij komen kijken, ja, dan moet het op een andere manier betaald gaan worden. En dan is het wel heel erg vet dat we dit kunnen gaan maken natuurlijk. Of ik dat nou doe, of heel veel andere mensen dat doen. En dat je straks één plek hebt waar je dit soort vette programma's kan gaan zien. En dat is dus Hoeveel, de streamingsdienst voor paardencontent straks. Op zaterdag reisde ik af naar het noordwesten van Nederland, namelijk naar Noord-Holland. Daar zo was op zaterdag, het is eigenlijk heel het weekend, Noord-Holland Horse Trials. Dus dat is een internationale eventingwedstrijd. Daar ging Maartje onder andere starten. Maartje is mijn sponsorruiter van de kledingcollectie. En Maartje startte daarvoor haar, ja, ik dacht eerste keer internationaal, maar blijkbaar is ze 1,5 jaar geleden of 2 jaar geleden ook al een keer internationaal gestart. Hij had daarna even een dipje. En zij is nu weer helemaal terug in actie. Maartje die staat hier echt heel schattig naast mij. Maar ik reis niet zomaar af naar Noord-Holland, want dat is gewoon dik 2 uur rijden. Ik ben natuurlijk ook bezig met die serie over mijn opleiding. Epische bedrijfskunde die ik heb gevolgd, waar we langs gaan bij oud-studenten. En nu gaan wij volgende week weer langs bij 2 oud-studenten die allebei in de buurt van elkaar wonen in Drenthe. Maar eigenlijk moest er voor een van die oud-studenten ook iets opgenomen worden in Noord-Holland. En dan kom je weer terug op, ja, als ik dat Alike moet meenemen naar Noord-Holland, dan maak ik zoveel kosten dat ik niks meer aan zo'n serie verdien. Dus we hadden besloten om dat niet te doen. Maar toen dachten we ook wel weer van, ja, het is wel heel vet als we wel gewoon echt deze beelden hebben. Want het was namelijk een tulpenbollenkwekerij. En als je dan zeker in Noord-Holland bent met die uitgestrekte velden met super mooie gekleurde tulpen, dan is het wel echt heel vet daar op zijn minst met een drone even te gaan filmen. Dus toen dacht ik, oké, zaterdag moet Martje die cross starten. Dat is een half uurtje van die tulpen vandaan. Laat ik het dan even combineren. En ik had Noek meegenomen om daar dus even vette shots te gaan maken van de tulpen. Goedemiddag allemaal, ik ben met Noekie. Wij staan midden tussen de tulpenvelden dingen in Noord-Holland. We zijn in de buurt van Den Helder, Annapolona zijn we doorheen geweest. Dat is helemaal vissen daar zo. Voor paasweekend. Ik heb even mijn zoomlens erop zitten. Want ik moet dus hier wat dingen filmen voor de serie die ik dus met mijn opleiding heb. Waar we dus bij ex-studenten of bij oud-studenten langs gaan. Of oud-afgestudeerden of hoe je ze ook wil noemen. En we gaan vandaag hier even wat beeld opnemen. Dus bij haar vader op het bedrijf. Maar ik ben hier, ja, zeg maar zonder Alike. Dus ik ben degene die met de drone moet filmen. En ik heb natuurlijk al heel lang een drone. Maar ik hoef nooit te filmen. Want ik ben degene die op het paard te zien is. En Sjoerd die filmt meestal. Of Alike dus. Dus voor mij was het de eerste keer om met de drone te vliegen. Dat was even struggelen. Maar het is uiteindelijk gelukt. Ik denk dat het hele vette beelden zijn. En we gaan nu nog naar een andere locatie. Waar er als goed is ook een heel mooi tulpenveld staat. Met nog een hele mooie molen op de achtergrond. Dus dan gaan we ook nog eventjes met de drone filmen. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Nou, na de tulpen gingen we gelijk door naar Oud-Karspel, waar dus de eventingwedstrijd was. Om daar onder andere Maartje, maar ook Christy aan te moedigen, want die bleek daar ook te starten. Nog steeds erg ingezoomd. Mijn arm kan niet heel veel langer. Ik heb ook een polsblessure weer eens voor de verandering. Nog steeds met Noekie. En wij zijn aangekomen in Oud-Karspel. En we zijn dus, oh, lekker overbelicht daar achter me. We zijn dus, wow, heftig dit, bij het springen aan het kijken. En we hebben net Christy half gezien toen wij nog in de kantine aan het eten waren. Volgens mij was ze foutloos, maar dat durf ik niet te zeggen. Met Korenbloem. En straks is Maartje met Harley. En daarvoor komen we hier kijken. Maartje Simons rijder voor Nederland met Harley.
denk als Marge zo blijft doorrijden dat ze flink wat tijdsfout gaat hebben. Het springt zo goed, hè? Ja, echt zo ruim eroverheen. Maar wel echt een beetje een apart sprongetje. Een beetje als een konijntje, vind ik altijd. Ja. Oh, kan wel. Ja. Oh, ja. Ja, 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 ja. Goed zo. Ach, zo knap dit. Gewoon foto's tot nu toe. Hey, hallo! Toppers! Oh my god, hoe blij ben jij? Maar jullie waren goed. We hebben alleen maar... Ja, superveel. Maar ik dacht, ik was even bang dat je buiten de tijd zou zijn, want die stond best wel krap. Maar je was er ruim binnen, zei hij. Ja, klopt, 4 seconden er binnen. Maar voor mijn doel was ik ook echt aan het kassen. Ja. Het zag er niet zo uit. Het zag er niet zo uit. Nee, voor mijn doel was ik echt heel snel gaan draaien. Niet heel erg, want voor je video zag hij die roze. Ja. Oh, ja. Ja. Als je lang stond, had je kunnen horen dat ik zei, kom maar. Echt zo knap. Ja, jij was volgens mij echt de enige, of misschien twee van de 15 combinaties of zo die wij gezien hebben, die foutloos was. En binnen de tijd. En binnen de tijd, inderdaad. Nu de kost nog. Zo goed. Ja. Nou, dat kan jij wel, hè? Knappert. Echt zo goed. We gaan kijken naar Christy Stempangen met Jemo Vink Deen. Wow, maar zij nemen hem op 2 sprongen en die op het kasteel van net al op 1 galop sprong. Oh ja? Dat wel vrij heeft. Ik ben nog steeds heel erg ingezoomd. Daarom vind ik het niet echt heel leuk om deze nu te vloggen. Maar wij zitten te chillen. We hebben het even gegeten en een slushpuppetje. En dit is de place waar wij zitten voor nu. We zitten hier echt al een uur of zo. Heb je daar de insprong, waterbak, heb je daar uitsprong. Maar weet niet, misschien gaan we even verplaatsen. Want eerst deden ze bij de klas hiervoor, deden ze in... Oh, waar is mijn de insprong, de waterbak in. En dan namen ze die hindernis. En nu nemen ze die achterste sprong en dan landen ze nog wel op het land. En dan past de waterbak in. En dan de hindernis die ze daarna nemen zit hierachter. Dus je ziet eigenlijk niet zo heel veel. Maar het zit wel bij dit scherm. Dat is wel chill, want hierdoor kunnen we echt wel heel veel zien. Binnen het wachten op de tijd, dat Daarom zei ze ook bijna altijd ruim binnen de tijd dat ze het laatste stukje dan hoog gaat draven. Oh echt? Ja. Simons is ook gestart, dames en heren. En ook zij staat in de top 3 van het klassement. Maartje Simons. Top 3? Ja. Ziek. Ja, super knap toch? Dat ze dit gewoon even uitreden. Wat gaan zij doen? Kruipen zij zeker naar die tweede of derde plaats? Zijn ze snel? Echt zo niet normaal, hè? Gewoon de eerste internationale wedstrijd en gewoon tweede of derde worden. Ja, maar als die ander nog gaat. Ja, nee. 1,5 jaar geleden had ik de eerste. En toen had ik een dipje gekregen. Oh, zo ja. Ja, oké. Tweede internationale wedstrijd dan. Maar ik ben sowieso derde. Ja! Van hoeveel mensen doen er mee? 70. Oh, niet normaal. Dus 50
15 seconden binnen de tijd. Ja. Echt niet normaal. We gaan even weer een dag terug, want ik was vergeten dat ik op vrijdag ook nog wat had gedaan. Op vrijdag had ik namelijk een dressuurkliniek. Ik les natuurlijk best wel fanatiek bij Astrid Hoppenbrouwers van Horse & Hands. En ik ben gewoon helemaal fan van haar manier van lesgeven. En ook heel veel van jullie vinden het leuk om naar haar te kijken of van haar te leren. En we hebben ook vorige week of 2 weken geleden alweer bijna ook een video weer opgenomen van een les samen met Astrid. Dus die komt er ook weer aan. Want het is altijd wel heel erg interessant en leerzaam, vind ik persoonlijk in ieder geval. Maar omdat Astrid natuurlijk wel best wel ver weg woont. Die woont 1,5 uur rijden van mij vandaan. Is het soms wat lastig om een datum samen te vinden. En soms gaat het super goed en hebben we elke week les. En soms dan ja, matchen onze agenda's niet helemaal. En dan duurt het zomaar weer eens een maand voordat ik weer les heb. En ik merk wel dat ik in dat ritme moet blijven om fanatiek een beetje te kunnen trainen. Ik wil natuurlijk heel graag dit jaar nog set gaan starten. En ik merk wel als ik maar 1 keer in de maand les heb. Zeker na die blessure. Dat we eerst weer bezig zijn met die basis goed te krijgen. Voordat we echt op de oefeningen kunnen gaan focussen. Dat eigenlijk niet gaat. Dus ik wilde heel graag een dressuurinstructie erbij hebben. Hier zo echt in de buurt. Waar ik dus of gewoon echt binnen een paar minuutjes met de trailer kon zijn. Zonder dus echt weer een uur onderweg te zijn. Nu ben ik best wel streng in degene waarvan ik vind dat hij goed is in dressuurinstructie. Maar een van de mensen waarvan ik vind dat hij wel heel goed is. Zowel in instructie geven als in dat ze zelf fijn op de paard zit. Is Jill Huibrechts. Alleen Jill die woont best wel ver weg. Dus ik had aan Jill gevraagd van weet jij niet heel toevallig iemand bij mij in de buurt waar ik wat vaker bij kan gaan lessen. En ook het liefst wat meer proefgericht. Dus want met Astrid focus ik me heel veel op die basis en pak ik ook echt wel de oefeningen mee. Maar we moeten natuurlijk ook echt de proef ingaan. Dus dat vind ik ook belangrijk om dat erbij te gaan oefenen. Nou toen zei Jill dus van nou Marlon van Wissen is bij jou in de buurt. En die heeft toen ook samen met Romy Oudshoorn tijdens Paarden YouTubers Live Event jaren terug ook een kliniek gegeven. Nou, moet ik zeggen, dat weet ik echt niet meer. Dus wie Marlon van Wissen was, dat wist ik niet. Toen had ik even op haar website gekeken. Toen bleek dus dat zij best wel vaak ook les gaf, of clinics gaf, op de rijvereniging in Brummen, waar ik zelf ook lid ben en waar ik ook zelf regelmatig rij. Waar ik ook natuurlijk vaak een sprongetje maak en zo. Of met Astrid afspreek, omdat ze dan 2 binnenbanen, 2040 en een eigenlijk officieel 2565 binnenbak hebben, waardoor ik wat meer die langere lijnen kan gaan oefenen voor de setproef natuurlijk. Dus toen had ik me daarvoor opgegeven. Nou, toen heb ik echt super fijn les gehad van haar. Ik had niemand mee. Marlon heeft wat filmpjes gemaakt met mijn telefoon en daar kunnen jullie nu naar gaan kijken. Hij denkt echt van, ho, wat gaan we doen? En je onderarm, Feline, mooi ontspannen houden. En je knik in je ellebogen houden. Een knik in je ellebogen. En dan tik je weer met 2 benen tegen die buik. Wou je aangalopperen? Ja. Oké, hou je linker teugel er aan als je rechts aan wil galopperen. Hou je linker teugel erbij. En een klein tikje geven vanuit je kuit. Linker teugel erbij. Als drukt hij zich iets over die linker schouder weg. En dan een knik in je ellebogen. Dat je mooi los blijft. Dus let op dat hij niet over die linker schouder wegvalt. Hè? Dus een beetje 2 handen naar rechts. Die voorhand naar rechts. En dan vanuit je kuit tak, tak, die buik activeren. En dan blijf je een knik houden in je ellebogen. Zodat je je handen mooi rechtop en daarmee ophoudings maakt. Nou komt hij er wel heel mooi door. Voelt dat goed? Let op die schouder, want die loopt nu naar links. Voel jij dat ook? Die moet jij dan corrigeren hè, met je linker teugel. Hè? Zet je 2 handen naar rechts, zet je die voorhand ook naar rechts. Oh, nou gaat de kontje naar rechts. Oh. We willen graag een voorkantje naar rechts. 2 handen naar rechts. Zet hem maar gewoon schouder binnenwaarts op de volgende lange zijde. En je blijft knikken je ellebogen houden, mooi los in je onderarmen. Je vangt hem op aan je buitenteugel. Ah! En toen zei hij, ik laat gewoon mijn buik hangen, want dat is veel te moeilijk dit. Ja, dan zegt hij, nou, ik ga niet mijn buikspieren nu aanspannen hoor. Want dan moet ik en buigen en mijn buik omhoog doen. Nou, dan ga ik toch gewoon draven. Dus je moet op tijd met je been komen en 2 handen naar rechts hoor. Geef niks allemaal hoor, dat is gewoon oefenen. Buiten teugel. Juist, die voorhand moet naar binnen. Ja, dit is wel heel zwaar voor hem hoor. Goed zo, goed gedaan. Het is goed hoor. Voelde je dat? Dat zijn die kleine stukjes die je met hem moet doen. Buik- en rugspieren zijn ontzettend belangrijk van een paard. Want als de buik omhoog gaat, gaat de rug ook omhoog. En dat is wat er moet gebeuren. En wat hij doet, is zijn hoofd omhoog
en zijn rug naar beneden en zijn buik naar beneden. En wat jij nu net deed, was hem in de lift krijgen. Dus dat hij zijn buikspieren mooi aan ging spannen. En dan kwam zijn rug mooi omhoog en dan ging hij jou mooi dragen. Ja, en toen dus dacht hij, nou, dat is wel vermoeiend aan die buikspieren. En dan zou ik op deze hand ook een klein beetje schouder voor. Iets minder scherp als op die andere hand. Maar een klein beetje schouder voor. En dan wel steeds die buikspieren activeren. Want dan kun jij je armen meer ontspannen houden. En kan hij in zijn hals nagevelijker worden. Buiten teugel erbij. Ja, en tikkie met je kuit. Tikkie met je kuit tegen die buik. Dus niet knijpen of duwen met je benen. Maar steeds weer je been tegen die buik aan tikken. Hou mooi aan rechts. Soepel in je onderarm. Voel je dat, die onderarmen? Die moeten los blijven. Goed. Buiten teugel vangt een keer op. Tik weer aan met je kuit. Tegen die buik. Scherp aan je been. Tak, tak. Tak, tak. En zo aan de voorkant kneed je hem door. En dan ga je ook een keer een stukje contragalop doen. Zoals je dat op de andere hand ook deed. Goed zo. Aan je rechter teugel. Hou die buik. Ja, en dat komt omdat hij nu dus zelf gaat dragen met zijn buik. En dat is core stability bij je aan het trainen. Hè? En dat willen we. We willen een licht paard hebben. Maar dan moeten we hem wel activeren bij zijn buik. Tik, tik. Dus je moet met je kuit rijden. En je blijft heel mooi gebogen in je ellebogen. Mooi zacht in je onderarmen. En dan kan je mooi aan je rechter teugel. Schouder een beetje naar links. Zo ja, kan je mooi in balans houden. Goed zo. Mag je zo terug? Ja. En dan ook als je dan draaft, meteen die buik naar boven tikken. En knikken je ellebogen verliezen. En je handen mooi rechtop. En een beetje doorkneden. En een beetje schakelen. En dan mag je hem een keer meenemen naar een appiëment. Of naar een schouder binnenwaarts. Ik zou bijvoorbeeld KE schouder binnenwaarts doen. Doen we meteen een oefeningetje. En dan E volgt de 10 meter. En dan E, G appiëren. Juist, buigen om je binnenbeen. En steeds tik je weer die buik omhoog. En dan ga je bij de E volgt de 10 meter maken. Buiten teugel erbij. Soepel in je onderarmen. Tik die buik weer omhoog, want die laat hij weer hangen. Buigen maar in. En de voorhand een beetje tegenhouden. En dan appiëer je naar rechts. Goed zo. En opzij. De voorhand mag je iets meer meenemen, sorry. Buigen, doorkneden, doorkneden, doorkneden. En in die hals ook iets buigen. En elke keer als jij dat klikje geeft met je stem, mag je hem een tikje geven met je been. Want dat is eigenlijk het moment in het ritme van die draf, dat hij eigenlijk zijn buikspieren iets harder moet gebruiken. Dus dat ritme wat je aangaf was heel mooi. Alleen hij reageerde daar niet op, dus dan moet je met je been... Tik je hem een beetje bij. Zeg je, kom, want we willen op jouw klikje, wil jij dat zijn buikje omhoog gaat. En dat deed hij niet. Soepel in je armen, mooi soepel. Ga je daar, F, B, schouder binnenwaarts. B, volt de 10 meter. En dan appuieren. Mooi buigen, tik met je linkerbeen. En iets afwerken met je handen, dat die zachter wordt. Goed, soepel in je onderarmen. Knikken je elleboog. Heel goed, Feline. Scherp aan je been. Mooi zacht houden. Mooi los. Mooi buigen. Voorhand iets tegenhouden. Ja. En dan opzij. Goed. 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 Juist. Hou die buiging vast. Ho, nou, het laatste stukje zegt hij. Oh, ik ga de schouder te veel naar voren doen. Ja, ik vind het niet waar ik heen moet. Oh, ja. Je kan ook naar de AC-lijn en dan rechtuit, sorry. Nou, ik vond dat Marlon echt super fijn les gaf. En dat Mar er echt heel duidelijk beter van ging lopen. En dat we dit gewoon echt even nodig hadden. Maar nog steeds wel heel erg met respect naar het paard. En ze heeft geen enkele keer gezegd dat ik met mijn sporen iets moet doen. Of met mijn zweep iets moet doen. Het is juist heel erg van handstil, armen los, benen los. Gewoon heel erg juist harmonieus en voor het paard ook zo goed mogelijk. Ik vind het altijd lastig om dat onder woorden te brengen. Maar dat is wel een bepaald gevoel dat je altijd bij een instructeur moet krijgen. Ik heb ook echt wel bij instructeurs hier in de buurt gekeken. Waarvan ik dan dacht, nou dat is niet helemaal
waarvan hoe ik denk dat je je paard moet rijden. En waar ik dus ook helemaal geen les van wil krijgen. Maar bij Marlon had ik dat wel heel erg van. Nou, dat vond ik echt heel erg fijn. Dus had ik ook gezegd, nou, mocht je weer een keer in de buurt zijn, zou ik graag wat vaker bij je willen komen lessen. Dus toen had ik toevallig, appte ze mij op dinsdag van, nou, ben morgen, dus op woensdag ben ik weer in Brummen. Dus je kan dan voor les komen. Dus ik dacht, nou, top, gaan we dat gewoon gelijk doen. Toen hebben we dus weer geoefend en heb ik ook voor de eerste keer een zetproef gereden met Marley. Wat echt super goed ging. Was echt, dat ik echt wel dacht van, oh, nou, oké, echt nog wel verbeteringen. Maar ik denk dat we er echt al redelijk klaar voor zijn. Dus dat is wel echt super vet. Helaas, daarvan heb ik dan geen beeldmateriaal. Dus ik zal proberen als ik de volgende keer les heb van Marlon om iemand mee te nemen. Dat was het in principe met alles aan elkaar praten. Ik ga de vlog zeker nog niet afsluiten, want ik wil nog wat dingetjes aan jullie laten zien. Maar niet meer in deze setting. De paardjes staan tussen Mar, die staat hier zo heel schattig. Ik heb sinds vandaag weer even de vliegen netjes of slingertjes, hoe noem je vliegenfrontriemen even omgedaan. Want het begint toch wel weer een beetje te komen, de vliegjes. Ze staan er echt heel rustig bij. Ik weet niet, oh, die andere twee die staan in de inloopstal. Ze vervelen zich wel echt een beetje de laatste tijd. Maar het kan natuurlijk ook komen omdat het nu lekker warm is. Dat ze gewoon wat lomer zijn. Ik heb Mar ook sinds een paar dagen geleden geen dekentje meer op. Ook 's nachts niet. Want zijn vachtje begint wel weer eindelijk weer een klein beetje te groeien. Kan natuurlijk ook zijn omdat ik hem dus 's nachts geen deken meer op heb. Maar goed, hij heeft genoeg vetjes om zich warm te houden. Dus dat, daarvoor hoef ik het zeker niet te doen. Suske die houdt dus wel 's nachts nog eventjes haar dekentje om. Ik heb de bak van de week gesleept. Oh, ik zie dat. Dus ik had de bak gesleept. Hier zo zie je nog dat het heel mooi gesleept is. En hier heeft Carmen, denk ik, met Ax vanochtend weer wat gewerkt. Verder is vandaag ook Rakker zijn laatste dag. Esmee die komt hem vanmiddag ophalen. Dus dan moeten we Rakker ook weer missen. Niet dat hij heel vaak voorbij is gekomen op de vlog of op Instagram of zo hoor. En ik vind het ook alweer lekker dat hij naar huis gaat. Ik vond het hartstikke gezellig dat hij er was hoor. Maar je merkt aan de katten vooral dat ze het niet leuk vinden als er een hond is. Dat was met Dico ook altijd zo. En dan is 10 dagen toch best wel lang dat ik die katten ook moet missen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik dat wel een beetje mis. En Pip die doet wel afgelopen dagen weer wat meer in huis komen. Ondanks dat Rakker er is. Maar ze hebben ook al 2 keer een aanvaring gehad. Dus dat vind ik natuurlijk niet zo heel fijn. Nou, het andere wat ik nog even zal laten zien is dat ik deze muur heb gesloopt. En zoals je misschien kan zien is hij een beetje uit zijn voegen geraakt. Kun je dat zo... Het is natuurlijk een beetje donker. Het is een beetje een zooitje, maar ik bleef met de trailer erachter hangen. Ik had mijn bocht even niet helemaal goed ingeschat, want ik had niet zoveel ruimte. Dus ik dacht, ik maak hem even wat scherper. En toen bleef ik met de achterkant van mijn trailer erachter haken. En nu is heel die muur is helemaal schots en scheef. En ik zal je nog even een kleine update geven over vergunning voor de aanleg van het paddockparadijs. Er zit iets meer schot in de zaak. De gemeente komt binnenkort langs om eventjes met z'n allen te gaan kijken. Want ze vinden het toch wel lastig om het zo vanuit papier te gaan beoordelen. Dus ze komen hier kijken en mijn contactpersonen komen ook. Zodat we hopelijk met z'n allen kunnen bespreken met hoe en wat. En ik hoop ook vooral dat ze er doorheen kunnen kijken. Want het ziet er natuurlijk nu echt als een bouwplaats uit. En ik hoop niet dat ze dat afschrikt. Maar dat ze er gewoon samen met ons doorheen kunnen kijken met naar hoe mooi het kan gaan worden in ieder geval. Dus dat gaat ook binnenkort plaatsvinden.